out in the bleachers. I like you a lot, lot. Think you're really hot, hot. Let's go to the party. Heard our buddy's the DJ. Don't forget my lipstick. I left it in your ashtray. I like you a lot, lot. All we want is hot. Vincent, wat was voor jou de reden om je in te schrijven voor Mr. Gay Nederland? Ik wil het homotolerantiebeleid, dat op dit moment in Nederland erg aan het kelder is, wil ik eigenlijk weer omhoog werken. En ik denk dat de manier daarvoor is om te praten met de gemeenschappen die het niet accepteren. Dat zijn vooral de jongeren tegenwoordig, vooral met andere etnische achtergronden. Mm-hmm. En ik denk dat als hun stereotype homo met hun praat, dat je dan niet bereikt wat je wil bereiken. Dat je dan juist tegen het harnas ingaat bij ze. En ik denk dat als je op een luchtigere manier, op een andere manier hun benadert, dat je dan wel verder kan komen. Maar daarin zeg je dus ook dat je niet zelf het stereotype homo bent. Dat zeg ik zeer zeker inderdaad. En waaruit blijkt dat dan? Dat blijkt in mijn doen en laten. Tuurlijk, met mij zijn er vele anderen die niet de stereotype homo aanhangen. Stereotype homo is niet hetgene wat ik heb verzonnen. Dat is hetgene wat, wat het volk inderdaad neerlegt. Hè. Ik ben degene die lekker naar de sportschool gaat, lekker actief is. Dingen doet die andere mensen niet durven. Losbandig is, losbondig is. Actief in al mijn doen en laten. Het klinkt misschien pijnlijk voor sommige mensen, maar verwijfd. Okay. Maar hoe zou je dat dan, hoe doe je dat dan? Is dat alleen maar door jouw aanwezigheid al op de manier waardoor jij het vertelt? Of hoe zou jij dan anders kunnen zijn dan stereotype homo? Juist door het niet laten zien dat je homo bent, in eerste opzicht. De manier zoals zij net alleen maar homo's kennen. Wel met hun in de confrontatie aangaan, dus door eerst in gesprek te raken. Gewoon over het normale leven, doen en laten, wat ze wel en wat ze niet doen. En daar rustig inderdaad op doorborduren. En zo doen inderdaad ook op het onderwerp homo zijn komen. Wat is je beste feature? Hoe doe je? Je beste pluspunt, waarom zouden mensen op jou moeten gaan stemmen? Mensen moeten op mij stemmen omdat ik denk dat ik daadwerkelijk iets kan veranderen. Of in ieder geval proberen, mijn best doe. Ja. Om de homotolerantie weer omhoog te krijgen in Nederland. En niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Heb je al een grote groep fans? Tuurlijk heb ik een grote groep fans. Iedereen die ik ken, die is voor me. Iedereen staat achter me. En ik denk dat het alleen maar zal groeien. Nou, heel goed. Dankjewel. Graag gedaan. Jij ook bedankt.